Ja. Werk is het vanaf vandaag over en uit. Want de finale is aan. Wie is het echte meisje van de Jungle 2023? Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe weekvlog. Ik was lekker aan het zingen. En ik heb echte meisjes de finale gekeken. Shakeje gedronken, vaatwas eruit geruimd. En nu ga ik beginnen met de kast in elkaar zetten. Die hij gisteren heeft gekocht. Ik ga weer even de bananenmuffins maken die ik gisteren had gemaakt. Die vond ik echt lekker. Iedereen hier vond ze ook wel lekker. Die smaken gewoon echt gezond, maar gewoon lekker, weet je wel. Wat je daarvoor nodig hebt, maar dit is voor 10 stuks. Dat is eigenlijk net te weinig. Maar dat is 60 gram walnoten, 2 bananen, 2 eieren, 100 ml ongezouten havermelk, 150 gram volkorenmeel, 2 theelepels bakpoeder, een snufje zout en een snufje kaneel. En dan 20 tot 25 minuten op 180 graden. Die ga ik nu maken. Obsessed ben ik. Oké, dit is de kast. Heel heeft het gisteren dus gehaald. Het zijn 3 dozen en ik ga hier lekker mee beginnen. Wow. Echt, het lekkerste plek om iets in elkaar te zetten is de woonkamer. Dus ik ben echt blij dat dit in de woonkamer is. Want dan kan je lekker tv aanzetten, lekker op het kleed zitten. Koffietje. Even good times, bad times aanzetten. En go. Moet dat even in de flow komen. En als ik helemaal in de flow zit, ga ik wel lekker. Het irritantste vind ik eigenlijk altijd om de doos open te maken. Ik weet niet of anderen dat ook vinden. Maar het is altijd zo moeilijk. Het is me nog nooit overkomen dat ik mijn meubel heb beschadigd hiermee. Terwijl dat wel echt iets voor mij is. Er zit hier geen laagje op, zeg maar, om het te beschermen. Dus vaak zit er nog zo'n bescherming. Maar hier niet. Oh, hij is echt een stuk donkerder dan onze muur. En ik zie dus hier al een beschadiging. Kijk, dat vind ik echt niet leuk. Ja, bij de IKEA dingen terugbrengen is echt een ramp. Dus ik neem het maar voor lief en hoop dat er niet meer op zit. Wat is dit? Een mislukt gat? Nou, ik vind het heel raar. Jongens, why? Oh my god. Ik vind het wel echt erg trouwens, dat plekje daar. Want hier zit het ook en is het dicht gemaakt. Ook niet mooi. Maar als dit de buitenkant is, baal ik super erg. Maar ik ga niet terug, want dat is een drama bij de IKEA. Maar ik vind het heel erg eigenlijk. En kijk hoeveel schroeven. Oh my god. Oké, gelukkig. Ik hoop dat al het lelijke stukje zit hier. Dus dat ga je niet meer zien. Kijk of mijn muffin goed gelukt is. Nou, prima. Ik weet niet meer wat ik heb gedaan. Maar het is ongeveer dat recept wat ik zei. Maar dan heb ik blauw bes in plaats van walnoot. En het is een beetje aangepast met havermout en zo. En dat gaat prima. Haar bijen zijn zo lekker tegenwoordig. Okay, het duurde heel lang voordat ik begreep dat dit deze zijn. Die zitten in doos 3. Dus ik heb nog allemaal dingen uit doos 1 en 2 staan. Dus de volgorde van die dozen is niet echt logisch. Hij zou ook hier kunnen, maar nee, ik vind het ook super zonde van die wand die we hebben laten verven. Ja, nou hier in plaats van de kast. Nee. Het schroefdraaier is nog even aan het opladen. Voor de laatste schroefjes. Moesie vindt het wel interessant. En ik vind hem heel mooi. Wanneer je geen lunchinspiratie hebt. Nou, lunch, het is echt al 4 uur. Stukjes avocado in kiprollen. Dat is best leuk. Je pakt een kipfilet. Je doet er avocado in. Je rolt hem dicht. Hé, hey, je vouwt het flapje dicht. Hey, leuke snackie. Oh, dan gaat het mis. Nou, ik vond het wel een leuk snackje. Dit is serieus echt een super lekkere snack. En nog een lekker tomatensoepje van vrijdag. Kan nog wel vandaag. Right, ik ben de hele dag met de kast bezig geweest. Dat is typisch. Dan plan ik zeg maar in van oké, ik ga 3 dagen over de kast doen. En dan steeds een beetje. En uiteindelijk moet ik hem van mezelf afkrijgen en heb ik verder niks gedaan. Het is nu al 5 uur, ik ga naar de sportschool. Ik zit ook onder de puistjes door die eiwitshake trouwens. Terwijl ik normaal een hele gave huid heb, ik zit helemaal onder. Hier. Dat vind ik ook wel een beetje zonde hoor. Hola. Ik was na het sporten helemaal kapot, want ik heb super goed getraind. En ik heb meteen even alle het kortomme gegooid van de kast. En hij is echt heel mooi. Ik zal even laten zien wat voor boodschappen ik heb gekocht. En dit is de pretty kast. Ik heb dit soort wortelen, daar had ik zin in. Gewoon van die grote wortelen, want die zijn vaak van binnen heel lekker knapperig. Spinazie, boterhamzakjes, avondeten voor morgen. Dit zijn de vuilniszakken die we nu nodig hebben voor onze grote vuilnisbak. Deze melk zag ik op Insta dat heel goed schuimt. Dus daar ben ik wel benieuwd naar, want hij is amandel en ongezoet. Cacaopoeder, want die kan ik nergens vinden. Bananen, supergrote megatomaten.
kipfilet, omdat ik dat met die avocado erin heel lekker vond. Kaas, brood, mais. En bij de Action had ik dit gekocht, een soort naked bar-achtig. Deze Zara van dadel en notenmix. Dit voor op de bank, super handig. En voor boven in de badkamer. Deze voor 2 euro, dat zie je tegenwoordig dat iedereen dit gebruikt. Ik had het vroeger ook altijd, maar dat is best wel handig om te hebben. Sif, Cillebang voor de, wat was het ook weer? Oh ja, keukenreiniger ontvetter. Een soort van vrij licht materiaal, een houten plankje. Die leek me echt super handig in de keuken om daar te hangen, maar ik weet niet of het mooi is. Maar om daar kruidenpotjes of zo op te zetten. En in mijn oude huis had ik dit soort witte plankjes boven de bank. En dat vond ik super mooi, dus ik wil deze eigenlijk graag daar boven de bank. Alleen nu, ik weet niet of het mooi gaat zijn met die blauwe kast. Dus even kijken. Maar het is zo kaal daar boven de bank. Een pot om notenmix in te doen. Die wilde ik al een tijdje kopen. En nog een schimmel- en aanslagreiniger voor boven in de badkamer. Hier heb ik er al eentje van gegeten. Kokosmelk van Action. Iedere kokosmelk is anders wat betreft de ingrediënten, maar deze leek me wel prima. En nog een Jumbo komkommer. En de komkommers zijn zo duur geworden. 1 komkommer kost nu gewoon 1,40 euro. Dat is echt niet normaal. Dat was het. En vanavond eten we een beetje dingen die op moeten. Gewoon gekookt met wat er in huis was. Runder gehakt, kidneybonen, kalamaten, olijven, tomaten uit een blik, mais. Super random, met knoflook, zout en peper, maar het smaakt gewoon wel lekker. En dan nog restje tomatensoep. En alle groenten die steeds niet worden opgegeten uit de koelkast liggen nu ook lekker hier. Pompoen, champignons en paprika. Nou, prima. Kijk, lekker voor morgen voor lunch. Het wokje, zeg maar een wokje. Nou, het wokding is wat ik had gemaakt, was super lekker. Hi, ik twijfel of ik dat van gisteren erin wil laten, maar ik laat het er denk ik wel in. Maar vandaag werd ik wakker en dacht ik echt, oeh, ik ben eerder uit mezelf wakker dan normaal. Mijn buik voelt lekker strak van het sporten. Nu voel ik wel dat ik ben afgevallen en gewoon echt exact hetzelfde gewicht. Niet aangekomen, jee, maar echt, ik snap er helemaal geen reet van. Ik ga wel stoppen met ontbijt mijn vins, maar ik ga ook stoppen met dat het weegschaal getal me boeit. Ik moet zeggen, het boeide me al veel minder. Ik ben niet voor niks echt gigantisch veel aangekomen, want echt waar, ik ben echt veel aangekomen, want ik liet het los. Maar het maakt me niet gelukkig om heel veel aan te komen. Dus ik moet gewoon een balans vinden tussen... Oké, ik moet me wel gewoon lekker in mijn vel voelen. En het gaat me niet om het getal, maar het is toch weer balen. Kijk, door krachttraining kan je aankomen, maar ik eet echt veel minder. Ik eet echt gezond, ik ben zo goed bezig. En dan denk je, waarom? Maar zolang ik me lekker in mijn vel voel... Alleen voor mij is het gewoon belangrijk dat ik ook leuke kleren pas. Dus het getal in de weegschaal hoeft niet omlaag. Maar ik wil wel gewoon leuke kleren kunnen passen. En het getal op de weegschaal is tot nu toe steeds gelijk aan dat mijn kledingmaat gewoon groter wordt. Of in ieder geval niet kleiner. Dus nou ja, dat. Het blijft gewoon een struggle. Maar ik heb het al mijn hele leven. Ik heb natuurlijk wel eens foto's laten zien van mezelf als kind. Ik ben altijd te zwaar geweest. Ik heb af en toe periodes dat ik iets slanker was. Dat ik groeide of wat dan ook. Geen idee. Maar goed. Ik ga in ieder geval die muffins niet eten. En dan beter gewoon lekker een gekookt eitje en een banaan. Want eigenlijk eet je dan havermout, een banaan, een ei. Niet dat dat slecht is. Ik snap er echt geen ene reet van. Ik vind het zo vaag. De kast is super mooi. Ik ga lekker even door hier met opruimen. En oh my god, ik heb zoveel spierpijn. Ik doe nu dat apparaat dat je zelf op moet trekken. Wel met zo'n ding eronder, want anders kan het echt niet. En oh, mijn hele lichaam doet pijn. Dus ik ben goed bezig. Ik kan trots zijn op mezelf. En ik ga nu weer shakey maken. Oké, even satisfying deze pot vullen. Ik eet dus... ik heb nu al best wel lang geen yoghurt meer gegeten door die muffins. Maar soms doe ik dus wat nootjes door yoghurt. Echt maximaal een handje. Want er zit natuurlijk wel veel calorieën, veel vetten in. Maar een beetje is super goed voor je. Dus ik had... Ik koop mijn noten vaak bij de Aldi. Vind ik super chill. En lekker. Dus bijvoorbeeld deze zo. Ik heb nu ook een keer pecans gehaald. Ik vind paranoten heel lekker. Mega vet. En je mag er ook niet te veel van vanwege bepaalde stoffen, maar wel lekker. En ik had nog zo'n soort, bij de Lidl laatst zo'n mixje verkocht met van die ongebrande amandelen erin en wat vruchtjes. Nou, ik had een eigen mixje een beetje gemaakt. Doen jullie ook je hand er zo op, zodat het er niet naast gaat? Bijna niet. Dat doe ik dus altijd. Dat vind ik super handig. Dat zijn echt van die dingen dat je denkt, iedereen doet het, maar helemaal niet iedereen doet dat. Oh, het gaat echt niet satisfying worden dat alles erin gaat passen. Gisteren hadden we deze bij de dinges, Action. Ook wel chill. Wat ik chill vind aan zo'n mix, is dat je dan niet per se echt een handje nootjes hebt, maar dat je gewoon, hoe heet het? Ja, dat je niet
vijf walnoten eet of zo, maar dat je echt een mix hebt. Maar hoe ga ik dit nu mixen? Gewoon heel veel verschillende shizzle. En dat is dan super lekker in je yoghurt. Maar ook hierbij is het gewoon niet te veel, want ik kom hier gewoon ook zo snel van aan. Niet te doen. Oké, ik ga het nu teruggieten hierin. En het hierin mixen. Ik vind het wel chill eigenlijk om die nootjes dan in je yoghurt wat kleiner te maken. Want dan heb je echt zo'n elk hapje lekker nootjes in plaats van één zo'n hele grote noot. Maar ik ga ze niet nu al kleiner maken, dat vind ik zonde. Oké. Volgens mij vinden jullie dit soort dingen dus ook leuk om te zien. Ik snap dat eigenlijk wel. Ik vind dat soort dingen ook altijd wel leuk om te zien. Het is wel een mooi mixje, toch? Net een beetje veel zaadjes misschien. Dit is dan niet satisfying zoals op TikTok dat alles er perfect in past. Dit is dan gewoon de refill. En deze pot was 3 euro bij de Action. Ik heb trouwens heel veel alleen maar thuisbeelden op het moment, maar ik ben gewoon heel veel thuis. Donderdag ga ik eindelijk weer eventjes de deur uit. Naar Utrecht. Een hapje eten met Shanna en Jiminy. Maandag ga ik met Nicole wat doen. Ik wil altijd, zeg maar, ik wil altijd eerst gewoon lekker weer mezelf worden. Lekker thuis voor mezelf. Gewoon helemaal weer mezelf terugvinden, zeg maar. Na dit soort periodes. En dan, ik zie sowieso mijn vrienden heel weinig. Ik ben gewoon echt een huismus. Iemand die gewoon lekker op zichzelf is. Maar mijn vrienden zijn wel heel belangrijk voor me, dus ik geniet wel heel erg van afspreken hoor. Maar ik wil altijd eerst dat doen en nu heb ik echt zo het gevoel van oké, het gaat nu beter. Nu ben ik weer ready om lekker een beetje wat sociale dingen te gaan doen. Maar ook nog niet heel veel hoor. De vuilnisbak zit weer vol. Sinds ik thuis ben is die bak zo snel vol als normaal. En ik wil dus ook niet meer al deze zooi hier en al deze zooi hier. Dus het moet allemaal wat netter gaan worden. Maar ja, voor nu zet ik hem even hier. Daarom is het hier dus altijd een zooi. We hebben gewoon te weinig plek daarvoor. Dus we moeten goed gaan nadenken hoe we die kast gaan indelen. En dat ziet er ook niet uit. Maar ja, we hebben onder die dekens gechilled gisteravond en het is gewoon een zooi. Ik had trouwens deze prullenbak cadeau gegeven aan mij en H voor, hoe heet het? Kerst. Ik moet even goed erin doen. Maar ik ben zo blij hiermee en hij ook, want dit verbetert echt ons leven. Hij is 60 liter. Waarom is het altijd goor als ik vlog? Nee, omdat het goor is. Ik ga straks een stofzuiger aanzetten. Maar hij is 60 liter en eerst hadden we maar 30 of zo. En het verschil is gewoon geweldig, want je hoeft gewoon de helft van je leven minder vaak een vuilniszak te verschonen. We hebben dan niet de Brabantia zak. En helaas zijn alle goedkope zakken passen niet. Dus we hebben dan deze. Want die, door die stretchy band, deze hadden we eerst bij Blokker en nu heb ik ze bij Jumbo gehaald. Past hij er precies omheen, maar het is wel duur. Mocht je een tip hebben voor zakken die ook passen. En die van Brabantia zijn volgens mij nog duurder. Daarom haal ik deze. Ik weet eigenlijk niet zeker of die nog duurder zijn. Deze zijn ook echt bij de Jumbo. Maar Jumbo is duur hoor. Dus bijna 4 euro of zo. Is eigenlijk echt idioot veel geld. Deze passen dus eigenlijk ook niet goed. Nou ja, jawel, ze passen net. Maar je dus heel erg aan die elastieke band moet trekken. En dan past het er omheen. Misschien hebben jullie ook zo'n prullenbak. 60 liter past niet. Ik heb best wel veel merken geprobeerd. Super zonde van geld. Kijk, nu denk je dus het was niet. Nou, nu denk je nog het was wel. En nu past het voor geen meter. En dan ga je dus trekken aan die band. En dan past het. Vooral met moeite hoor. Als je lange nagels hebt, krijg je het er niet omheen. Nagels zijn trouwens helemaal aan het afbladderen. Het is echt verschrikkelijk slecht gedaan. En nog niet eens een week geleden. Ja, dit is eigenlijk wel een beetje te veel werk voor een vuilniszak. Dat ik omheen doen, maar oké. Dan zit hij wel echt perfect. Nou, oké. Lekker huishoudelijk vloggie. Ik ga even beginnen met de kast, Iris. Ik heb hem trouwens ook helemaal afgesteld. Normaal dat haal dat. Daarom was ik er gisteren super lang mee bezig. Alles helemaal perfect afgesteld, zeg maar. Nou, deze kan nog een heel klein beetje perfecter, maar dat lukte niet meer. Dus zo ziet hij eruit. Ik ben er wel heel blij mee en hij ook. En hij is ook best wel diep. Hij oogt niet diep, maar hij heeft best veel ruimte. Dus ik ga even wat mooie glazen of zo hier neerzetten. Eerst even schoonmaken, want er zit heel veel stof op de planken. En het is 1 uur, ik zie er nog steeds zo goor uit.
Ik heb ook nog niet gerend, maar dat ga ik wat later doen. Wat ik wel heb gedaan. Dan, dan, dan. Ik heb de kast weggehaald. En toch de piano hier gezet. Dat is echt een zooi hoor. Ik ben wel lekker bezig. Ik had het over dat we hier beneden een soort van inbouwkast konden maken. Maar ik dacht voor nu heb ik gewoon die kast daar gezet. Het is niet het mooiste, maar het is wel grappig. En alle wijn en drank, voorraad heb ik allemaal daarin gezet. En dan moet ik nog die laadjes. Die liggen nu nog hier. Dus nou, komt wel goed. We hebben dus alleen hier geen stroom. Dat is een beetje jammer. Ik ga nu lunchen. Oh, de kast heb ik ook ingedeeld. Kijk. Ik heb gewoon als achtergrond random tv aanstaan de hele tijd. Dit staat op de kast. Die pot is nog leeg. En dan heb ik hier de champagneglazen, wijnglazen. Champagne/cocktailglazen, wijnachtige glazen. En nog wat meer alcoholische drankglazen. En hier heb ik al onze liqueuren. Ik vind het echt geweldig om dit te hebben voor als vrienden komen. Theedoos, theepot, waterkaraf, want die zijn ook wel mooi. En hier heb ik alleen nog maar de twee bakken met kaars en zo neergezet. Dus lekker bezig. Voor de lunch ga ik lekker dit restje opeten. Ik had om 10 uur mijn shake genomen. Het is nu 1 uur, dus 3 uur later. Best netjes. Echt niks gegeten tussendoor. En ik neem ook niet pas mijn ontbijt, koffie. En ik heb ook nog 2 eitjes erbij, dus ja... Veel? Is dit te veel? Geen idee, maar wel gezond, denk ik. Helemaal geen water gedronken. Ik vul nu tegenwoordig gewoon steeds deze fles water en dan drink ik de hele dag door. Maar nu helemaal vergeten. Ik denk dat dit best wel veel is, om eerlijk te zijn. Maar ik heb dus 3 uur lang niks gegeten. Dat is voor mij best lang. Meestal eet ik tussendoor nog wel een banaan of zo. Ik heb nu echt trek. Dus ik denk dat als ik dit nu eet om 1 uur, dan hou ik het waarschijnlijk wel vol tot avondeten. Met, ja, misschien zou ik nog een banaantje of zo. I don't know. We gaan het zien. Ik ben ook maar wat aan het doen. Alright, het is 3:15. Ik ga lekker rennen. Ik ga weer hetzelfde doen, gewoon hier bij mijn huis, heen en weer, heen en weer. En dit was trouwens die andere legging. Volgens mij heb ik die nog helemaal niet laten zien. Dit is de legging die ik chiller vind. De stof is dikker. En deze heeft niet dat dingetje hier, maar... Ja, ik weet niet, ik vind deze gewoon net iets relaxter. Oké, let's run. Oké, jongens, ik heb wel lekker gerend, maar 1,1 kilometer. Iets korter dan de vorige keer, maar mijn benen zijn zo... vermoeid van de krachttraining, dus ik liet het daar even bij. Nu heb ik mijn skis mee, ga ik even naar Snow World om ze daar te laten slijpen en waxen. En dan gaan Riek en Klimmetje op wintersport gaan. Die gaan dan zaterdag de skis voor me ophalen. En dan heb ik nog een skipak besteld bij de Lidl, die komt binnen. En dan moet ik nog alle skikleding ook ergens heen brengen, waar zij het weer oppakken en zo. Want dan kan die mee in mijn handbagage. Dus, alright. Kijk, dit zijn mijn skis en hier ga ik ze ergens brengen. Oké. Ik heb een kleine beurt gedaan. En dat is €25. En hij zei van, oh, je skis zijn echt best wel oud. Dus ik zei, nou ja, ik wil best voor €10 meer voor klein super gaan of wat dan ook. Maar hij zei dat dat niet nodig is. Maar hij zei, het maakt voor veiligheid niet uit of je het duurdere beurt doet. Maar ik zou niet heel lang meer met deze skis doen. Dus ze zijn super oud. Nou ja, we'll see. Hoe cool is dit? Mooie foto hier. Hoe cute. Oké, ik heb het ook genomen. Ik heb een matcha met kokosmelk zonder suiker. Super chill. En er zit wel van die kokos jelly stukjes in. Echt heel leuk. Oh my god, die bubbel tea was super lekker. Eigenlijk wilde ik niet, maar ik dacht dat was ongezond. Maar ze hadden dus gewoon eentje met kokosmelk en matcha poeder. Gewoon puur hebben ze voor mij gemaakt zonder suiker. En het is natuurlijk wel vet, maar wel lekker. Gewoon een keertje. Ik ga me nu helemaal verantwoorden voor wat ik eet. Het slaat helemaal nergens op. Maar goed, ik zit in een soort afval journey natuurlijk. Maar ik dacht oké, ik neem er ook gewoon eentje aan het met z'n tweeën. Dus dat was super lekker. Kennen jullie dit nog zo oldschool? Ik heb dit gekocht niet voor mezelf, maar voor straks als toetje, als challenge. Kijk hoe grappig. Je krijgt of een lekkere smaak of een smerige smaak. Ik zag trouwens bij de Holland & Barrett. Ik was op zoek naar proteïnepoeder. Niet als maaltijdvervanger, maar als aanvulling op het sporten. En dan zag ik dus rijstproteïne. Hij was 50% korting, super chill. Dus dan hoef je niet meteen 2 zakken te kopen. En van ergens krijg ik wel vaak buikpijn. Deze gaat, maar op zich kan niet echt heel goed tegen bonen en niet tegen lactose. Dus rijst, nou, daar heb ik nog nooit problemen mee gehad. Dus kan je bijvoorbeeld door je koffie doen 's ochtends. Of gewoon... En als door je koffie het beste is, dan heb je ook niet een extra drankje die je drinkt qua calorieën, zeg maar. Ik weet niet of ik lekker vind, maar ik denk omdat ik nu best veel krachttraining doe, dat ik wel een goede aanvulling. Dus ik zal even laten weten wat ik ervan vind. Oh my god, mijn Lidl kleding is er. Hier zit ik echt al de hele dag op te wachten. Want maandag gaan Rieke en Klin al onze skivakantiespullen ophalen bij Gerde, tante van Heel. Dus dan moet ik alles hebben. En daarom heb ik gisteren mijn skis gebracht. Dus ik heb een skipak besteld. Maar hele grote kans dat het te klein is.
Ik heb de grootste maat XL volgens mij. LXL. Als het niet past, heb ik echt een probleem. En ik heb net de nagelsalon gebeld. Ik ga mijn nagels opnieuw doen, want het kan echt niet. Volgens mij gratis, hoop ik. Oké. Jas is niet het ergste probleem, maar broek. Ik heb al mijn sportkleren aan, maar ik ga het over mijn sportkleren passen. Want bij ski heb je ook iets eronder. Oh my god, ik ben echt zo niet zenuwachtig, maar het is gewoon heel spannend. Ik vind het best mooi. De enige die ze nog hadden, maar is groen. Als hij te groot is, zou het ook balen zijn, maar lijkt me niet. Groen is wel een mooie kleur. Oh, ik vind het, dit is echt voor mij... Oh, voor mij is dit echt traumatisch, hè? Want ik paste nooit. Mijn hele leven al. Lagen er broeken en wie paste ze er niet? Ik. Weet je hoe vaak ik als kind, omdat ik het niet wilde vertellen dat ik weer was aangekomen of zo. Of, mijn ouders zagen natuurlijk wel. Weet je hoe vaak ik gewoon zo geschiet heb? Zodat niemand hoefde te weten dat, nou ja, hoe vaak. In ieder geval een keer herinner ik me dat ik niet dicht kon. Ja, hij gaat dus niet dicht. Ik ben ook gewend dat er echt van die bretels aan zitten die het omhoog trekken en zo. Maar ik heb nog wel... Ik heb natuurlijk nog even... Bij mijn benen zit hij wel goed. Vet raar, want... Mijn benen zijn best wel voller geworden. Dus ik had verwacht dat hij hier niet zou passen en hier wel. Oh. Ook laag. Ik wil dat het hoger zit tot hier eigenlijk. Nou ja, hij kan net dicht. En ik ben natuurlijk heel goed bezig. En wintersport is over 2 weken. Maar ik haat het om het dan te kopen. Van, oh, dan pas ik het wel. Maar ik denk oprecht dat ik het dan wel pas. Maar dit kan niet. Want die knoopjes gaan gewoon... Er zit geen stretch in de skibroek. Het is echt de hel op aarde, jongens. Zo'n dikke trui draag je. Mooi. Je draagt niet zo'n dikke trui onder je skijas. Maar wat? Oh, wat moet ik nou nu doen? Geen zin om het terug te sturen. Oh, ik vind het wel een beetje mannelijk. Oh, er zit van die handen in. Hij is niet echt dik. Er zit een warme skijas. Oh, dit is, ik vind het zo verschrikkelijk. Kleren passen, die moeten. Oh, deze past wel. Hier was ik ook niet bang voor. Maar is dit een gezicht? Ik zie niks, hè? Jullie zien het nu. Ik vind het wel een beetje aan de krappe kant. Maar wat ik zeg, je hebt er geen trui onder meestal. Nou, jullie zien het. Prachtig, echt sexy. Wauw, super sexy. Nou, ik moet even in de spiegel kijken, maar ja, het past niet eens. Het kan wel, maar het is niet mooi. Ik hou wel van groen, maar dit is niet dat je denkt, oh wauw, ik heb echt een mooi skipak. Maar ja, dit is dan 100 euro en dat is goedkoop, hè, voor een skipak. En herinner nog even dat mijn broek niet dicht zit. Oké, nou, kijk wel even. Ik heb nog nooit zo'n platte kont gehad in mijn leven. Mijn kont ziet er niet zo uit. Deze broek maakt je kont helemaal plat. Dat vind ik wel jammer. Het is wel leuk als je een beetje een sexy kontje hebt in een broek. Niet normaal. Nou. Oké. Dit is trouwens de ergste nagel, maar goed, ik ga dus terug. Alright, mijn nagels zijn echt verschrikkelijk. Ze schuren normaal nooit. Dus ik ga nu terug. Ik heb een afspraak over 3 minuten. Dus ik ben te laat, maar dat maakt daar nooit zoveel uit. Je moet altijd super lang wachten. Ik ben dus niet met de fiets, maar met de auto, omdat ik dus laat ben. En omdat ik eigenlijk meerdere dingetjes wil doen. En ook langs de sportschool rijden en zo. Dus ik dacht, ik ga gewoon even met de auto. Misschien ga ik dan straks nog heel eventjes 10 minuten rennen of zo. Want ik wil wel elke dag beweging. En anders heb ik dat niet. Maar ik ben benieuwd wat ze zeggen. Maar deze doet echt pijn. Er zit zeg maar alleen nog een soort van heel dun ondernagellaagje. Maar helemaal geen nagel meer. Freaky. Ik heb het gevoel dat gelnagels nog slechter voor mijn nagels is dan acryl eigenlijk. Ik weet niet. Maar ja, als het nu gratis doen, kan ik moeilijk acryl krijgen. Maar dan moet ik nu dus een verlengstukje nemen. En dat wil ik eigenlijk helemaal niet. Oké, we'll see. Voor 2 shakes per dag. Omdat ik eigenlijk haast had, ineens weg moest en dacht, nou, mijn lichaam went er op zich wel aan. En aangezien ik nog geen resultaat zie, wil ik dat gewoon een keer proberen. Ik ben er eigenlijk geen voorstander van. Omdat het eigenlijk niet een normale levensstijl is. Maar ja, als niks nu werkt en ik er goed op ga, geen honger heb. Dus ik denk, probeer het gewoon een keer. Ik heb wel mijn naam mee. Dat betekent dat je dus dan vandaag pas op 500 calorieën zit om... Nou ja, 1 uur vind ik al best... Nou ja. Ik weet niet, als je het volhoudt tot avondeten zou het mooi zijn. Maar dat weet ik dus niet. Dus ik kijk gewoon even wat mijn lichaam doet. En keep you updated. Nou, ik was daar 2:05 of zo. En het is nu
sorry, 5 over 1 en het is nu iets over 2, dus ik ben er nog geen uur geweest. Beter, ik kwam binnen en er was helemaal niemand. Ja, echt 7 personeelsleden, maar niemand die zijn nagels aan het doen was. Echt heerlijk. Normaal word ik zo overprikkeld daar. Nu was het echt super chill. Ik heb net op Instagram geplaatst en ik deel eigenlijk altijd mijn nagelstories op Instagram. Dat vinden mensen wel leuk. Mensen, jullie of niet jij als je mee te bezig bent. Ik probeer er altijd voor te zorgen dat ik niet hetzelfde op Insta echt deel als op in mijn vlog, maar met mijn nagels wel. Ik wil heel even naar de AHXL rijden, want ik ben natuurlijk een on the go aan het opnemen voor sushi. En ik heb nu natuurlijk een shake genomen als lunch, dus dan kan ik, nou ja, ik kan op zich wel een paar stukjes sushi als snack in de middag nemen, denk ik. Dat moet ook kunnen. Ik moet zeggen, ik heb nu wel een klein beetje trek, terwijl ik een uur geleden die shake heb genomen. Maar ik ga het gewoon een dagje proberen. Who knows. Eén nagel is alleen niet zo mooi van vorm. Dat is mijn middelfinger. Maar dat kan ik zelf bijveilen. Maar kijk, ik heb acryl weer gedaan. Ze zag het. Ze wilde ze alles weer afveilen. En het gewoon opvullen met dezelfde kleur. Toen dacht ik, nee, dat wil ik niet. Dus toen zei ze, je kan beter voor acryl gaan. Want je nagels zijn zo dun geworden. Dus ik zei, oké, maar dan wil ik het wel dun. Nou, kijk, super dun. Ze deed het echt heel goed. Ik was bij Helen, bij Lady Fashion Nails. Dus ik ben wel tevreden. Dus ze hebben alleen niet zoveel aandacht gezet aan de vorm, omdat die natuurlijk net vorige week gedaan was, maar dat boeit me niet. Je kan dat volgens mij gewoon bij acryl wel zelf bijveilen. Dus superleuk kleurtje. Helemaal tevreden. Niet te dik. Top. En ik moest alleen betalen voor de acryl. Ja, €29, terwijl ik een week geleden nog €27 had betaald. Maar goed, het is even niet anders. Dan ga ik gewoon weer voor acryl, want gel is volgens mij alleen nog maar rukker voor je nagels. Oké, okay, bye. Hi, weet jullie wat ik interessant vind? Ik heb nu weer mijn shake. Ik was trouwens pas om 9:30 opgestaan. Huh? Het is nu al 10 voor 11. Ja, dag. Ik ben echt niet al 1:20 wakker. Dat kan niet. Huh? Nou, misschien was ik later opgestaan. Maar gisteren heb ik dus 2 shakes genomen. Het ging helemaal prima. Toen heb ik daarna zeg maar als snack tussen lunch en avondeten nog sushi test opgenomen en een banaan gegeten. Nou, prima. Het enige wat echt walgelijk is gewoon de fart, zeg maar ik heb geen buikpijn. Mijn buik voelt vannacht dunner. Echt, ik heb nu het idee dat het gaat werken. En ik voel me er goed bij. Ik doe het niet met tegenzin. Plus, ik heb het gevoel dat mijn hongergevoel weer een beetje terugkomt. Ik heb natuurlijk, door de zaak is mijn ritme zo gewoon opgefokt. Ik at zo slecht, onregelmatig, soms geen avondeten, dan ineens weer wel. Het was echt heel slecht. Dat ik niet echt meer die natuurlijke gevoelens had. En nu dacht ik, ik begin met koffie. Want ik begon mijn dag altijd met koffie. En ik ontbeet meestal pas na 3 uur of zo. Maar ik gewoon geen honger had. Vond ik zonde. En nu zit ik hier. Volgens mij zit ik hier 1:30, dus misschien was ik 9:45 wakker vandaag. Ik denk dat het 9:45 wakker was, ik weet niet. Maar ik dacht, wow, ik ging koffie maken. Nee, ik heb echt trek. Mijn maag voelt echt leeg. Ik krijg echt dat hongergevoel, dus ik ga lekker een shake maken. Maar dat is zo'n fijn gevoel dat je gewoon je lichaam aangeeft wat hij wil. Ja, ik heb er gewoon een heel positief gevoel over. En mijn bedoeling was het dus helemaal niet om dit te gaan doen. En ik ga gewoon in de middag kijken straks van, oké, denk ik dat ik het weer chill vind om een shake in de middag te nemen. Ik ga vandaag eens naar Utrecht. Het is niet zo dat ik dan van mezelf ook niks meer mag eten. Oké, het is je lunch, maar je mag echt nog wel gewoon wat eten als je nog trek hebt. Tussen lunch en avondeten vind ik altijd best wel een lange periode. Dus ik ontbijt natuurlijk niet om 8:00 's ochtends. Dus ik ben niet iemand die 4, 5 uur niks kan eten. Dat vind ik echt te lang. Maar ja, ik weet niet. Het voelt goed. Dus I'm happy, ik ben benieuwd. Alleen de fart zijn vervelend, maar ja. Ik deel er maar even mee, want ik heb een goed gevoel bij dit spul. Hi, het is 2 uur. Ik dacht, ik ga vandaag lekker niet sporten. Maar toen dacht ik, ik vind het eigenlijk helemaal niet lekker om niet te sporten. Want vandaag is rendag. Vorige week heb ik natuurlijk maar 1 keer gerend. En deze week wilde ik het 2 keer doen. Mijn trui ligt beneden, daarom. Nou ja, mijn trui heeft trouwens een vlek van het eten gisteren. Mijn schoonmoeder gaat een vlek eruit halen. Maar dan dacht ik, kan ik hem nu nog even aandoen. Want waarom niet, met rennen. Maar ik moest wel even mijn haar wassen. Want ik dacht, als ik eerst ga rennen en dan mijn haar was, dan krijg ik weer stress dat mijn haar nat is. En blablabla. Bla, bla. Dus ik heb eerst gedoucht. Super rennen. En dan ga ik nu rennen. En dan ga ik daarna gewoon even met een washandje het zweet weer afwassen. En dan klaarmaken. En ik weet niet wat ik aan moet, want ik heb helemaal geen leuke kleren. Maar ik zit op zich wel goed in mijn vel nu door te sporten en zo. Ik voel me wel lekker. Dus ik heb trouwens een nachi peer gegeten en een ruim handje met nootjes, pecan, paranoot en walnoten. En nog koffie gedronken met havermelk. En ik had er ook matcha poeder door gedaan, super smerig, nooit doen. Dus ga ik nu rennen en dan neem ik daarna mijn shake. Of zo, ja, oké. Okay. Oh, voor ik het vergeet, ik wou deze nog laten zien. Het is een soort van Rituals dupe. Deze scrub
En weet dat ik heel vaak dingen niet opmaak. Gewoon heel vaak maak ik dingen niet op. Ik weet niet waarom. Maar deze heb ik dus een tijdje geleden gekocht. En ik heb heel veel scrubs in een la beneden liggen. Super zonde. Dus ik ga hem nu ook niet opnieuw kopen. Ik moet eerst die andere opmaken. Maar deze is super chill. Hij heeft een beetje een ritual scheur. Niet echt typisch één van die lijnen, maar zo'n vibe. Hij laat een beetje een olielaagje achter. Niet heel erg, maar een klein beetje. En de scrub is super subtiel. Het ruikt heel lekker. En wat ik eigenlijk doe... Ik heb gisteren dus bijvoorbeeld niet gedoucht. Ik probeer dus niet elke dag te douchen. Wat voor mij echt een challenge is, maar het lukt wel. Maar vooral na het sporten en zo voel ik mijn kuit heel erg. Dus ik pak echt scrub en dan masseer ik helemaal zo mijn kuit. En het voelt zo lekker. En mijn voeten. En ook een beetje hier en hier en zo. Maar dat vind ik het allerlekkerst. En ja, ik vond hem helemaal fantastisch. Ik gebruik hem elke keer nu zie op. Super goedkoop waarschijnlijk. Geen idee of het goed is wat erin zit, maar... Hij is echt een tip. Oh, en wat betreft deze, ik ga hem terugbrengen. Ik dacht, ik ga heel even reviews opzoeken voor ik hem openmaak. En ik heb nog nooit meegemaakt dat eigenlijk alle reviews slecht zijn. Het is echt cavia, hok, cement, om te kotsen, walgelijk. Dus ik ga hem terugbrengen. Dus weet jij een chille eiwitpoeder? Dan heb je misschien ook net als ik dat je snel opgeblazen buik krijgt van erwten of wat dan ook. En dan dus sowieso lactosevrij. Let me know. Ik heb echt heel kort gerend. Ik heb maar... 0,77 kilometer gerend. 5 minuten 24. Maar ik was er gewoon klaar mee. Het voelde gewoon prima. Ik dacht, nou, ik vind het zo weer goed. Even mijn hart omhoog. Even bewogen. Ik ga toch nog best wel veel lopen in terecht. Dus daarom probeer ik niet te streng voor mezelf te zijn. Als je gewoon wat doet, is het goed. De zak is dus op. Er zit een half schepje in nog. Maar ik heb vandaag nu voor het eerst dat ik denk, ik ben nu een beetje klaar mee. Dus ik ga een nieuwe bestellen. Kijken of die andere smaak ook chill vindt. Maar... Nou, misschien is het wel te veel hoor, ochtend en middag, omdat je dan gewoon op een gegeven moment het niet meer lekker vindt. Dat kan ook, want eerst had ik er elke dag zin in en nu tweede keer per dag denk ik al, Dus nou, we'll see, keep you updated. Oké, ik heb heel lang niks gefilmd, maar ik ben er. Ik zal straks al mijn verhalen vertellen. We zijn dus hier met een social deal. Het klinkt echt zo gierig. Nee, niet echt. Jawel, maar dat is leuk. Dat vinden mensen interessant. Ik weet nog niet wat ik wil drinken, maar dit is dus de menukaart. We mogen 3 gerechtjes en een bijgerecht. Ik heb dit mee, allemaal cadeautjes, allemaal niet ingepakt. Hi, ik dacht ik ga vlog in de wc, maar hier is super blij. Maar hier, ik heb dit aan. Nu is het stil, maar ja, nu niet meer. Okay. Your butt looks great, thanks. Ik had helemaal geen tijd om te vloggen. Oké, wat heb ik aan? Geen BH, want ik had geen zin in met tegelplakkers, maar het was wel mooier geweest met BH, maar oké. Dit jasje wat ik heb gekregen van Guts & Gusto. Dit is trouwens van de Only, wat ik toen had gekocht voor Spice Girls Face, maar niet gebruikt. Nou heb ik er afgeknipt, want het zat niet lekker. In die broek die ik ook op de begrafenis aan had. En mijn haar heb ik weer strak met een wax van Heel. Want haar lak was op. En weer deze oorbellen die ik al een paar keer heb ingehad. En we hadden via social deal. We wisten niet waar we moesten eten. Dus hier hebben we niet op de social deal gekocht. En nu zijn we dus bij Fuck Utrecht. Het haar was een beetje vies. En we hebben het besteld. Ben benieuwd. En dit is voor het eerst sinds super lang dat ik weer wat leuks aan doen ben. Dus I'm happy. Dit is sushi krokante bloemkool. Ik verstond glukluk, maar ik denk bloemkool. Bloemkool? Oh, oké. Okay. Ik ook wel eens bloemkool. Ik wil heel opeens noemen. Maar bijna allebei sushi, surf en turf. Echt? Oké. Sushi, surf en turf. Omdat jullie niet zo erg houdt van vloggen, doe ik het. Nee. Ik vind het gewoon zo leuk omdat jij het haat, om het dan juist te doen. Jawel. Ja, maar ik vind het extra leuk nu om nog een hapje te nemen omdat jij het zo haat. Nou, leuk. Zien we elkaar weer, dan ga jij je hapje zetten. Nou, ik vind het ook wel leuk. Nee, ik vind het ook gewoon leuk. Wat is dit, bloemkool? Avocado. Huh? Ja, deze was dubbel avocado en dan eentje. Dit was een sushi dish, dubbel avocado. En dit is de sushi avocado normaal. Oh, oké. Okay. Dat is gewoon hetzelfde. Ja, alleen deze is met iets meer avocado als je het hebt. Oké. Oké. Is hetzelfde? Het is letterlijk zo. Dit zijn twee verschillende geruchten. Dit is een sushi dish. En dit is de sushi roll. Ja. Terugsturen. Ik vind het van jou niet lekker.
Nee? Nee. We hebben geen smaak aan. Het is niet leuk. Ja. Over zijn eigenlijk. En nee, is wel anders. Maar je ziet terwijl je het vertelt van dit niet wat ik zeg. Ja, maar je ziet het. Even kijken, had ik nog een huis? Ja. Dankjewel. Oh, sorry. Wow. Is dat erg? Nee. Kijk, en dan breng je een beetje de oh ja, dankjewel. Nou, smakelijk. Dankjewel. Maar dat is een idol. Ja, ik had zo even. Ik weet niet of je dat ook op zoek moet. Dat is jij niet, zeker. Het is wel een beetje hetzelfde. Oh, dit is onze beloning, want de 10 minuten die de wastelefoon hebben gezien. Een tonijn tataki. En een soort... Nou, ik zal het niet zeggen. Is dit Snicker? Jullie hadden er heel veel van gedacht, maar jullie houden echt van ijs. Dit zou ik gewoon nooit willen. Ik hou van ijs. Ik heb dit. Maar waar is dan de brownie? Oh, jullie mogen het ijs. Het ziet er wel lekker uit. Oh. Maar zit hier een brownie in? Waar is mijn brownie? Waar denk je dat er een brownie bij zit? Staat dat er? Ja, doei. En een bol ijs. Oh, ze denken gewoon dat ik een bol ijs maar wilde. Dan proberen mensen te shocken en dan waar is dan mijn brownie? Heb je wel een goede besteld? Zag het niet. Kijk hoe leuk, we zaten dus hier, maar volgens mij had ik mijn allereerste date met heel hier. Deze straat is echt leuk. Oh, geweldig. Bij de AH to go bij Sport 2021 op Utrecht hebben ze gewoon haver cappuccino. Nog nooit gezien. Kijk hoe goed wat ze hier allemaal hebben. Deze is super lekker, die hebben we nog nooit gehad. Maar echt vet veel. Super goed. Ik ben weer zoiets meer, maar ik kijk hier letterlijk altijd. Nou ja, altijd is mijn derde keer hier verdwaald op dit station. Oh, ik ben zo blij dat ik nu niet op de fiets, maar dat ik lekker mijn autootje daar zie. Want als je in je auto zit, dan voel je weer helemaal veilig en heb je het gevoel dat je voort van thuis bent. Oké, ik schrik hier in de auto. Ik heb in Zoetermeer dus nooit echt een, volgens mij nog nooit echt een eng gevoel gehad. Ik ben nog niet heel vaak s'avonds weg geweest, maar dat je dus denkt van, oh, ik ben bang. Ik vind het trouwens zo leuk, ik draag nooit iets hoogs. Maar ik vind nu dit, het is wit en een beetje vettig en zo, dan vind ik het gewoon minder mooi. Dat is niet de reden dat ik het aandeed. Maar ik dacht, laat ik eens een keer wat hoogs. Dat vind ik eigenlijk wel mooi. Nou. Ik vind het gewoon leuk hoor, ook los van het vettige. Maar... Oh. Ja, ik had het helemaal niet gevlogd, dus ineens was ik in Utrecht. Maar de bedoeling was om op tijd te gaan. Ik wilde lekker naar de Normal. En hoe heerlijk, je komt Utrecht station op. Je gaat lekker naar Hoge Katerijnen, winkels, winkels, winkels. Je loopt eruit en je bent bij je restaurant. Het was eigenlijk perfect, maar het was natuurlijk te laat. Ik had niet echt een kledingcrisis, maar ik ging gewoon heel rustig doen. Ik ging dus eerst lekker mijn haar was toen rennen. Nou, toen na het rennen ging ik een shake nemen, stortte ik helemaal in. Ik was zo moe, ging ik gewoon even rustig op de bank mijn make-up doen. Ik merk trouwens, als ik film, ik bedoel dat ik het helemaal niet echt mooier vind. Kijk, die wing. Zie je, het is helemaal niet mooi. Ik heb het ook heel slordig in de trein gedaan, maar mijn wimpers lijken heel veel korter. En... Nou, ik ben niet meer zo fan van zoveel eigenlijk. Maar goed, mascara is ook op, mijn foundation is op, die ik altijd hier en hier doe. En ik moet even wachten met rijden, want het is heel erg... slagen. Nou ja, het was een heel avontuur. Want ik wilde dus voor Shanna's verjaardag nog, 31 januari, wilde ik haar gewoon een tasje geven met nog allemaal lekkere beauty spullen die ik zeg maar nog heb liggen. Ik heb niet heel veel meer, want ik krijg niet meer zoveel, maar ik heb nog wel wat. Maar ik dacht, ja, als ik in Hoge Katerijnen ga rondlopen, loop ik met zo'n tas te zeulen, is niet chill, dus ik ga het niet doen. Toen merkte ik, oké, ik ga niet meer naar Hoge Katerijnen, ik red het niet. Dus toen ging ik toch lesmiddag nog een tas vullen. Had ik daar de trein gemist die ik wilde halen, kwam ik dus 2:30 op Utrecht uit, wel eigenlijk om 30:30 zouden gaan eten, dus was ik 10 minuten te laat. Was nog wel te overzien. Dus ik voer in Lansingerland Zoetermeer. Ik vind dat nooit een heel chill station, maar ik dacht hier kan je sowieso parkeren. En ik weet dat je altijd wel eventjes moet lopen naar je perron. Dus ik ben aan het rijden. En hij zegt je bent er over 1 minuut. Je moet hier links de snelweg om naar Utrecht. Ik denk nee. Hij stuurt me langs het station, maar niet dat ik naar de trein kan. Echt super dom. Ik bedoel, wie wil dat nou weer weten? Hoe je langs het station rijdt. Oh, ik heb dus geen BH aan en nu heb ik het warm. En dan zijn mijn tieten zo hangerig. Maar goed. Dus ik denk, shit. Dus gewoon in een opwelling denk ik, er komt geen auto aan van rechts. Ik ga naar rechts. Ben ik dus door rood gereden. Dus heb ik waarschijnlijk een boete. En het is echt heel slecht. Het was echt net rood hoor, maar heel slecht voorbeeld. Echt niet oké. Maar ik dacht, ik kan niet mijn vriendinnen laten wachten. Want zij kennen mij dat ik altijd te laat ben. En tegenwoordig ben ik nooit echt maar heel erg te laat. Dus ik wilde gewoon niet te laat zijn. Dus ik op gevoel rijden. En ik weet nog dat je dus soort van, nou ja...
als je het kent, dan ken je het. Bij Langs Nederland moet je helemaal zo hoep. En dan moet je een soort van zijweg, soort boeren, lijkt bijna op het platteland. Heel vaag. Nou ja, daar ben ik nu dus. En toen kom ik hier aan dat ik nog 2 minuten, dus ik moest ook nog een kaartje kopen voor de trein. Heb ik online gedaan, want mijn OV was niet opgeladen. Dus rennen. Had ik uiteindelijk gehaald. Moest ik overstappen op Gouda. Want je kon of rechtstreeks, dat was 50 minuten. Of overstappen op Gouda, was het 30 minuten. Nou, ik heb liever dat. Terwijl ik in de trein blijf zitten, ook wel chill vind hoor. Maar ik hou niet. Ja, ik denk, dan ben ik er sneller. Dus, super langdradig verhaal. Nou ja, kom ik op Gouda. En gaan ze, de trein heeft vertraging. Die trein is nergens te bekennen. Op geen enkel bordje. Dus ik pak een andere trein die ook naar Utrecht ging. Was ik uiteindelijk 42. Nou ja. Uiteindelijk maakt het allemaal niet uit, maar weer zo'n heel avontuur. Ik dacht, ik ga nooit meer met de trein. Ik ben er helemaal klaar mee. Nou, ik zie helemaal niks. Ik zie jullie morgen of thuis. Oh, ik haal net die tepelplakkers er altijd dichtbij. Bizar. Nou. Auwie. Vermoeiend zo met de trein en zo. Ik vind het echt vermoeiend. Ik ga liever met de auto eigenlijk. Nou, we gaan gewoon lekker in Weesbal spreken. Ik ben niet zo'n OV-stadpersoon, denk ik. Zoveel prikkels ook. Ik ben heel moe. Dat is wel leuk hoor. Maar ik denk dat ik toch een beetje hou van lekker thuis te spreken. Nou, ik weet niet. Dat was de eerste keer dat ik weer wat ging doen sinds tijden. Ik vond het restaurant trouwens niet fantastisch hoor. De bediening was super aardig. Maar het was niet heel boeiend. Op elk eten deden ze eigenlijk hetzelfde sausje. Ik heb het gewoon gegeten. Het was zo'n teriyaki saus waar soja in zit. Ik dacht, ik doe het gewoon. Het gaat eigenlijk wel oké. Dus... ik heb ook gewoon lekker genoten van het eten. Hoe chill als je gewoon 2 shakes drinkt op een dag. Ik heb trouwens ook gewoon nog dat handje nootjes en die bananen. Nashi-peer. Dus best wel wat. Maar dat is best wel goed. En dan kan je s'avonds alsnog gewoon eten. En ik zat ook echt vol. Mijn lichaam geeft zoveel beter die honger- en vol signalen aan. Niet normaal. Ik liep net in de H2Go. Dat ik al lekker nog een midnight snackje of zo. Toen dacht ik, ik heb echt letterlijk nergens zin. Ik ben gewoon verzadigd, voldaan. Morgen weer lekker shake. Dus ik heb zo'n goed gevoel bij hoe ik nu bezig ben. Helemaal zin om morgen weer lekker die oefening in de sportschool te doen. Ja, ik ben echt blij. Ik ben thuis, maar weet je wat ik nog even wil zeggen? Dan ga ik dus rijk de bocht om. Ik rijd gewoon gelukkig normaal, maar ik rijd de bocht om. Dus die man wist niet dat er een auto echt aankwam, verhoorde het. En dan gaat hij een paar meter van een zebrapad. Nou, best wel een stuk van een zebrapad, maar haalde naar het zebrapad kunnen lopen. Gaat hij keihard rennen met zijn hondje de straat oversteken. Dat ik echt schrik en gewoon rem. En dan denk ik, als je je eentje de straat over wil steken en onveilig wil doen, oké, maar doe het niet met je hond of met je kind. Of als je een ouder bent, whatever, doe niet zo stom. Ik kan er niet tegen. Dan denk ik, doe even normaal. Klopt ook, als ik met een kind loop, dan... ja, je hebt ook verantwoordelijkheid voor iemand anders, net als voor die hond. Ik had ze zo tegenaan kunnen rijden, hoor. Hij deed echt uit niet zo joef. Ook geen licht op zich of zo. Nou, goed. Ik heb weer genoeg gevlogd, jongens. Ik heb zoveel zin om dit eraf te halen. En ik heb heel veel zin om permanente wenkbrauwen te hebben, zodat ik dit niet meer hoef te poederen. Oké, jongens, good night. Ben ik weer. Ik hou eigenlijk zo erg van vloggen. Ik ben eigenlijk zo blij dat ik vlog. Het is toch heerlijk dat het nu dan avond is en er is niemand om tegenaan te kletsen. En dan klets je gewoon lekker tegen je camera en je volgers. En dan weet je dat je over 2 weken allemaal reacties krijgt. En dan kan je het over 2 weken ook gewoon of over een week zelf allemaal terugkijken wat je hebt gedaan. Ik vind het zo leuk. Ik vind het echt heel leuk. En ik vind het dus heel leuk. Deze trekt net een beetje. Ik had verteld dat ik de mouwen eraf heb geknipt. Het zat echt te strak. Toen dacht ik, ik knip de mouwen eraf. Want ik ga het toch nooit dragen zo. En dan zitten ze veel lekkerder. Maar ik heb volgens mij nog nooit in mijn leven zoiets gedragen. Een hoog shirt met een jasje. Ik vind het zo ontzettend leuk. Hallo jongens, mijn shakezak is net bezorgd. Ik ben echt blij. Want ik was bang, er stond gesorteerd in het sorteercentrum dat het niet zou komen. Maar het was gewoon heel niet goed bij PostNL verwerkt. Ik had nog niet eens 1 schepje meer in mijn zak zitten. Dus die had ik genomen met extra veel water en extra veel blauwe bessen. Niet zo lekker. En toen had ik best wel trek, had ik nog een handje nootjes genomen. Maar dan ga ik nu nog even 1 schepje van deze nemen. En dan voor de lunch weer dus 2 schepjes hiervan. Ik heb echt trek. De verpakking is trouwens wel heel goed hoor. Die sluitstrip is echt heel goed. Oh, dit is echt die standaard vanille smaak. Ik ben heel benieuwd wat ik ervan ga vinden. Ik heb al heel veel vanille shakes in mijn leven geproefd. Dus we moeten er wel iets aan doen dat die schep... ligt gewoon helemaal... ik ga het zonder blauwe bessen doen, want ik wil wel weten hoe die puur smaakt. En ik heb al een mega dosis blauwe bessen op. Dus ik ga gewoon nu voor 1 schep vanille. Ik ben bang dat er water in die schep komt. Oh, het ruikt echt zo... raar. Ja, zo... ja,
Memories. Oh, ik ben heel benieuwd hoe die smaakt. Dit is natuurlijk de tweede smaak. Ik ben echt zwaar Orange Fit aan het promoten trouwens. Dat is grappig, omdat ik eerst natuurlijk... Oh, gisteren was de eerste dag zonder farts, by the way. Dus ik denk echt dat mijn lichaam hier aan moest wennen. Zoveel naar de zee geweest de afgelopen tijd dat ik echt het gevoel dat mijn lichaam gewoon gereset is door dit spul of zo. Echt geweldig. Opgeladen gevoel is dus helemaal weg, daar ben ik zo blij mee. En ik doe het elke keer alsnog in een blender, want dat vind ik lekker. En we hebben koud water uit de koelkast, dat is ook heel chill. Het koud water maakt wel een verschil hoor. I'm really benieuwd, ik was op zich ook wel toe aan een nieuwe smaak. En ik dacht, hier kan ik dus ook blauwe bessen doorheen doen. Beetje poederig. Oh, huh? Ja. Hij lijkt er heel erg op. Er zit dus namelijk groene thee in en die proef je heel erg. Dus ik kan me voorstellen als je dat niet lekker vindt. Je proeft als je er geen blauwe bessen bij doet, de zoetstof heel erg. Ja, ik doe nu gewoon zonder blauwe bessen, doe ik vanmiddag weer met. Kijk, als je hier blauwe bessen hebt, is dat wel lekker. Ik vind hem niet heel anders. Ja. Hij smaakt iets romiger en iets meer taartachtig of zo. En daar hou ik niet heel erg van. Dus die blauwe bessen vond ik iets frisser van smaak. En dan mensen dit wel lekker vinden. Niet helemaal mijn smaak, maar prima weer. Prima te doen. Oké, dit wordt echt een ei-overkill vandaag. Maar ik had te veel zin in even iets zouts en hartigs. Dus ik heb lekker twee gekookte eitjes. Leuk dat ik elke dag deze trui draag. Mooi. Het zit zo lekker. Ik ben heel lui vandaag. Het is al 2:30. Ik heb alleen maar geëdit. Maar ik kom er dus net achter. Ik moet trouwens nog sporten. En koken. Dat ik nog geen koffie heb gedronken. Maar dat heb ik de laatste tijd heel vaak. En het komt omdat ik koffie eigenlijk helemaal niet lekker vind. Er was een tijd dat ik het lekker vond. Een paar jaar lang eigenlijk. Vooral koud vind ik het wel lekker. Maar... ik heb er gewoon geen zin in, eigenlijk. Nee, de laatste tijd vind ik het steeds minder lekker worden. Ja, dan wil ik afkicken van koffie, maar dan merk ik het is nu 2:30, vind ik nog best laat. Dan voel ik echt, oh my god, ik ben zo moe, ik heb zoveel hoofdpijn. Valt nog mee, maar het komt door de koffie. Ik weet zeker als ik nu koffie drink, is mijn energie terug. Maar nee, ik laat het gaan afbouwen anders. Dan ga ik 1 shot zetten, maar dan ga ik maar 1/2 nemen. Ik ga niet eerder op stop klikken, want dan klopt de verhouding niet. Niet vies hoor, maar ik geniet er gewoon niet van. Dan zit je wel elke dag havermelk te drinken en jezelf een verslaving op te doen. Terwijl ik heb nu ook helemaal geen koffie nodig in mijn leven, want ik leef nu super chill. We gaan meteen even de havermelk van de Lidl testen. Ik weet niet of ze gewoon een nieuwe verpakking hebben, maar volgens mij hadden ze nog geen barista versie van de havermelk. Dus, ben benieuwd. Alleen, het schuimt nu niet goed, omdat ik te weinig melk erin heb. Als je dus zo weinig melk erin doet, krijg je eigenlijk nooit goed schuim. Kijk, het is gewoon vloeibaar. Oh, ik heb alsnog een volle kop, bijna. Ik ben wel benieuwd trouwens of jullie elke dag douchen. Dit is zo chill, ik ben nu echt binnen 10 minuten klaar. Gewoon een washandje, lekker warm water over je gezicht, je oren, je nek, je oksels, je... flamoes en alles. Gewoon lekker even wassen. En dan ben je super snel klaar. En het is veel beter voor minder watergebruik. En je hoeft de douche niet droog te maken. Nou, ik vind het helemaal top. Ik kon dat echt niet, hè. Dus ik ben echt al trots dat het me nu lukt om dat te doen. Ik ben niet naar de wc heb ik kunnen gaan. Door het eten van gisteren, sowieso. En ik ging me net wegen. Een paar dagen niet gedaan. Aangekomen. Maar echt, fuck it. Ik ben er nu klaar mee. Voel me super goed bij die shakes. En het eten van gisteren voelde ik me ook niet slecht bij. Alleen mijn buik is weer helemaal hard. Want natuurlijk gewoon heel veel teriyaki saus en zo gegeten, denk ik. Dus dat is wel balen. Maar ja, niet naar de wc kunnen is echt vervelend. Ik heb weer zo'n lekker flonsige oude trui aan. Ik draag steeds die Gymshark broek zonder kont dinges. Die wat dikkere stof, die vind ik het chillst. Ik ga weer verschrikkelijke skibroek passen op beeld. Ik vond het echt verschrikkelijk dat die ander niet past. Ik heb er nog eentje bij Wekamp besteld ook, voelt al. Het is nog strakker. Oh. Ik denk dat die ander wel gaat passen hoor, jeetje. Nou, deze is nog erger. Kom eens dat maandag het mee moet. Het Rieke en Klim voor vakantie. Dus, dan weet je dus als je straks in Oostenrijk aankomt niet of je past. Of ik moet nu letterlijk mijn buik gaan meten. En dan mocht het niet passen, kan ik lesmiddag nog een andere boek. Maar welke boek dan? Want dit is al XL. Dus ja. Ik moet echt gaan sporten, want ik merk dat ik zuurstof nodig heb. Moe ben, aan het inkakken ben. Dus ik ga lekker een beetje rennen naar de gym en lekker gymmen. Ik heb wel echt zin om te sporten. Jongens, ik heb super lekker gesport. Ik was best wel lang weg, want ik ging een keer voor het eerst wat filmpjes maken in de sportschool. En wat teksten gedeeld en dingen. Dus als je me nog niet op Instagram volgt, moet je me even volgen. En dan onder workout bijvoorbeeld sla ik dat allemaal op.
Dus toen ben ik even doorgelopen naar de stad en heb ik lekker haring gehaald. Daar heb ik super zin in. En haarlak. Want die wax die ik gisteren had gebruikt, wil ik niet altijd gebruiken. En ook zo heen, gewoon die cheap. Volgens mij zijn die best wel goed. Die concealer kan ik nergens vinden, dus ik heb nu bij de Kruidvat deze gehaald. Maar het is heel anders, het is veel dikker dan die van NYX. Maar ik dacht, ja, in ieder geval morgen heb ik het nodig. Morgen gaan we wat leuks doen, dus dan wil ik er wel me opmaken. En ik had van MAC een wenkbrauwpotlood getest. Vond ik best wel mooi. Want ik dacht, die ik nu altijd gebruik is best wel dik. En ik kan beter misschien iets meer potloodachtig, dat het wat dunner is. Maar die was 30 euro, dus toen ben ik weer voor eentje van NYX gegaan. Maar dan die met een dunner potloodje. Dat was 10 of zoiets. En dan heb ik nog een translucent powder, want die koop ik altijd, maar ik raak ze altijd kwijt. Als je dan bijvoorbeeld gisteren dan glimt mijn hoofd en dan doe ik er weer bruin op en dat wil ik niet. Dan word je super bruin. En dit is dan gewoon wit, zodat je niet meer glimt. Nou, dat was het. Zo chill hoe je voelt als je hebt gesport en gelopen. Het is niet normaal. Ik ben altijd weer helemaal herboren. Maar het komt natuurlijk ook omdat ik dat kopje koffie had genomen. Ik ga koffie afbouwen. En nu ga ik salade maken. Het babyspinazie selderij. Dit moet op. Ik weet het eigenlijk nog niet precies. Maar in ieder geval, jullie willen het altijd weten. Dit zijn de ingrediënten die ik daar heb. Best wel veel vlees. Daar heb ik echt zin in. Nou, dit zijn de salades met gewoon van alles erin gegooid. Dus babyspinazie, komkommer, tomaat, een beetje feta. Een beetje parmezaan, een beetje pittenmix, een beetje avocado. Dit nog apart. Hier ga ik niet veel van nemen. En dan komen er nog biefstukjes op. En doe ik gewoon als dressing eigenlijk altijd olijfolie, balsamico, zout, peper, chili. Ik heb deze, wow, soms in, op de salade gedaan. En deze op de mozzarella dingen. Nou, dan heb je een salade. We hebben alleen geen bazilicum kan helaas. Jongens, we gaan met de Randstadrail naar Den Haag. Super chill, want hij volgende halte is sneller dan de auto. Waarom staat dit mij niet? Ik vind het zo leuk. Van die mouwloze jasjes op iets. Maar ik ben bij de kostes trouwens. En misschien is het leuker met een strak shirtje. Maar ik wil niet vinden. Dit soort topjes vind ik gewoon niet mooi zijn, want het is straks bij mijn armen. Dat ik het wel een leuk topje vind. Nee, ja. Hiervan weet ik weer niet wat voor broek ik zou moeten dragen. En ik ben geen BH aan, hier krijg ik echt oma dit in. Maar die mouwen zijn wel chill. Ik dacht dat ik een jasje had gepakt, maar het is blijkbaar een pak. Ik heb weer een broek onderaan, maar ik weet niet hoe ik het leuk. Nee. Ik weet het gewoon niet. Ik vind deze denk ik chiquer. Door het stofje ook. Maar ik weet niet of ik hem dicht wil dragen. Ik vind hem zo lang. Maar dat hoort, dat zie je ook wel. Is dit leuk met een soort panty? Dat weet ik dus niet. Ik heb even al mijn kleren uitgetrokken om het toch even te passen. Ja, het is wel super leuk. Hij zit goed, ik weet dat het gewoon niet of het leuk te combineren is. Ik heb geen panty bij me ofzo. Ik ben helemaal rood van de omkleedstress. Ik heb bijna hetzelfde aan als donderdag. 1000 outfits gepast. Ik vond het allemaal niet leuk. Wat ik nu aan heb vind ik wel leuk. Ook de ketting, maar ik heb geen tijd om te praten. Helemaal rood. Nou, ik hoef geen bronzer op, want mijn hoofd ziet eruit alsof ik 70 dagen verbrand ben in de zon. Ik ga nu pas beginnen aan mijn mascara. Ik moet 3 laagjes. Wat? Ik doe wel tijdens het fietsen mijn 2e laagje op. Stoppen we even. Ja. Hey jongens, we hebben dus nu een verjaardag. Ik zit op de wc, maar ik heb dit. Dit is volgens mij een ketting die ik van Ruben heb gekregen. Eentje van mijn webshop die ik nooit online heb gezet. Weer hetzelfde topje met een ander jasje. Ik heb mijn haar eigenlijk los, maar dat het heet. En ik denk dat ik niet echt veel ga vloggen hier. Maar we zijn gezellig bij vrienden. Voor een verjaardag. Mooi. Een paniade. Wat vinden jullie van mijn schoenen?
Ik heb ze al een paar jaar voor het eerst aan. Iedereen vond ze heel lelijk. Ik vind ze super cool. Bij de outfits en het is gewoon vet. Het is 3 uur s'nachts. Nou, ik vind het leuk. Oké, stap lekker. Hallo, we hadden gisteren een hele gezellige avond. We waren denk ik 2:30, 3 uur thuis. En we gingen nog veel later naar bed. En we hebben tot 1 uur in bed gelegen. We kijken nu de nieuwe serie. Hoe heet die nou? Ik weet even niet hoe die heet. Een nieuwe Spaanse serie over... Die erachter komt dat ze eigenlijk nog een eigen tweelingzus heeft. Maar het is echt een hele goede serie. Heel leuk. We hebben ook Incognito gekeken trouwens. En ik vond het acteerwerk niet van iedereen even goed. En ik vond het een beetje, dat ik dacht, een beetje een slechte serie. Maar ik vond het verhaal wel heel leuk. Dus we hebben hem wel afgekeken. Dus en nu ga ik even skikleren passen. Lekker zoetje. Hier moeten vandaag, Boezie toch op Zurber Plastic, onze spullen brengen naar heel Stante. En daar halen Riek en Klin het dan op. En die nemen het dan mee met de auto. Dus even wat dingen uitzoeken hier. Hallo, wij zijn even lekker naar de Dirk en de Aldi geweest. Lekker op zondag boodschappen doen. Dat was onze enige activiteit. Maar ik vind dat echt super leuk, samen boodschappen doen. En ik ben niet heel verrot eigenlijk. Jill, ik had ook niet heel veel gedronken. We hebben lekker wat boodschappen gehaald, gewoon voor deze week. En vanavond gaan we zoiets lekkers eten. Waar ik echt zin in heb, namelijk zelfgemaakte Turkse pizza. Nou ja, de Turkse pizza is niet zelfgemaakt, maar in ieder geval geen afhaal. Echt super veel zin in. Nou, dit is de pizza. Heel simpel, gewoon uitje, tomaat, komkommer, een beetje zout, peperchili, ijsbergsla, misschien wat sambal, maar knoflooksaus gekocht. Dan doen we er wat sriracha saus. En kipgyros, dit is van de Aldi. Aldi, super makkelijk. Ik weet zeker dat ik te veel ga doen. Maar dat is dan altijd eerst al wat knoflook. Ik doe wel lekker echt knoflooksaus, hou ik van. Een beetje Dat doen ze volgens mij niet. Ui. Oh ja, wel. Ik zeg altijd zonder ui trouwens. Mensen, bij de Turk krijg je maar iets van 3 stukjes tomaat. Denk je dat deze dicht kan? Kijk. Ik doe wel hete saus, oké? En dan... Yummy. Hij is ook een beetje te hard geworden in de oven. Oh, dus bij mij is het meer een wrap geworden. Maar als je hem in folie doet, eet het lekkerder. Maar zonder van het milieu. Oké, mijn is een beetje te vol, maar boeien. Dan moet je hem ook nog hier dicht houden, dus... Nou ja, zo wordt het niet helemaal, maar ik heb liever wat meer vulling. Ik wil in folie gaan. Het maakt nooit zoals bij de Turk. Eigenlijk wel lekker. Allee jongens, het is al best wel laat, maar we moesten echt die serie afkijken. Hij heet dus Triada. T-R-I-A-D-A. Je moet hem kijken. Je denkt als je hem gaat kijken, hij is goed. Hij wordt alleen maar beter. Het verrast je echt. En het gaat razendsnel. Het is gewoon vanaf seconde 1. Ik hoef de vaatwas weer te ruimen. Seconde 1 is het eigenlijk al spannend. En dan denk je van, oh misschien is het zo'n serie waarbij het eerst spannend is en daarna niet meer. Nee, het blijft spannend. Het blijft je verbazen, het blijft je verrassen. Heel erg leuk. Mega Netflix tip. Je moet het echt gaan kijken. Geweldig. Ik zal er verder niks over zeggen, maar het is echt geweldig. We hebben hem denk ik in 2 of 3 dagen uitgekeken. En hij vond hem ook goed. Maar morgen ga ik, als hij naar zijn werk gaat, ga ik ook opstaan. Dan moet ik nog alle wintersportdingen verzamelen. En dan moet ik ze ook nog brengen. Dus ik ga om 10 uur weg. Wintersportkleding brengen, sporten. En dan naar Nicole. Maar goed, ik ga de vlog hierbij afsluiten. Ik hoop dat je hem leuk vond. Ik zou het heel erg leuk vinden als je reactie achterlaat. Ook als je een duimpje geeft. Reacties en duimpjes zorgen ervoor dat mijn vlogs weer in het zicht komen. Dus ook voor mensen die geabonneerd zijn, maar nooit meer kijken. Die zien het dan ook weer sneller. Dus, en abonneren natuurlijk als je nog geen abonnee bent. Heel erg bedankt voor het kijken. Ik zie jullie volgende week of op Instagram of TikTok. Doei!